Hey, hebben jullie misschien, ik ben iets kwijt, hebben jullie misschien mijn flip-flap dinges gezien? Nee? Nee hè. Heb je dat ook wel eens, dat je weer lekker aan het spelen of iets aan het doen en dan ga je even weg, een paar dagen of zo, en dan kom je terug en dan is het opgeruimd. Wie heeft dat ook wel eens? Jij? Ah, dat vind ik leuk. En ik was trouwens wel benieuwd, hè? Ik ben wat groter, ik heb daar namelijk last van. En hoe zit dat eigenlijk met papa's en mama's? Wie heeft er nou eens dat dingen zomaar zijn opgeruimd? Dat je denkt van... Ja, dan moet je maar bedenken dat je een hele lieve vrouw of man hebt. Hé, maar als het is opgeruimd, dan weet ik wel waar het ligt. Dan ligt het namelijk in de kist. En zou je die hem voor me kunnen pakken, mijn flip-flap dinges? Pak maar, want ik heb hem namelijk nodig, want ik ga jullie een verhaal vertellen. Ah, top. Kijk, dit is hem. Mijn flip-flap dinges. Kijk. Hij is mooi, hè? En het verhaal gaat als volgt. En jullie gaan me daarbij helpen. Oké? Oké. Er was eens... Ik ken jou. Er was eens één man in Galilea. En die man was niet helemaal lekker. Weet je wat namelijk was? Hij zat de hele dag in zijn... Huis. Ja. En hij lag de hele dag op zijn... bed. Maar weet je wat er namelijk was met deze man? Hij had namelijk hele slappe benen. Ja. Ja. Zo, en dan viel die. Ja. Maar ja, maar gelukkig had hij naast slappe benen ook een aantal vrienden. En dat waren hele slimme vrienden. Want die kenden namelijk Jezus. En die wisten dat Jezus kon zieke mensen genezen. En weet je trouwens hoeveel vrienden die had? 12. Hij had... Nee, dat zou kunnen. Hij had er niet. Nee. Niet. Drie. Twee, maar... Drie. Vier vrienden had hij, ja. En weet je wat die vrienden gingen doen? Die dachten van, maar die Jezus kan zieken genezen. Dus weet je wat ze met die vriend deden? Pakten ze zijn bed en deden ze hop. Tilden ze die vriend op de schouders. En gingen ze naar het huis waar Jezus was. Nou, en die vrienden die liepen dus naar dat huis toe. En een van die vrienden liep naar het raam. Ja. En hij keek. Het hele huis was vol met mensen. En middenin, zag hij Jezus staan. Ja, ze wilden een vriend natuurlijk naar Jezus toe brengen. Dus dachten we, nou, dan gaan we maar door de deur. Ja, nou daar aangekomen, schrokken ze zich ook een hoedje. Want daar stond het ook helemaal zwart van de mensen. Nou, gelukkig was er één hele slimme vriend. Die wist namelijk dat er in de huizen toen die tijd... was er een trap. En die zat aan de buitenkant van het huis. En via die trap kon je op het dak komen. Maar in die tijd hadden ze geen puntdaken zoals we nu vaak hebben. Maar hadden ze een plat dak. Ja, en dat is heel handig. Daar kan je namelijk op staan. En als het lekker het zonnetje schijnt, kan je er lekker op zitten. Dus die vrienden gingen met die verlamde vriend... gingen ze op de trap. Maar ja, dan stonden ze op het dak met z'n allen. En ze wilden naar Jezus. Dus, weet je wat ze deden? Ze maakten een heel klein gaatje. Dat maakten ze steeds groter. En groter, 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 groter. Net zo lang totdat die vriend met een touw, de verlamde man, met een touw zo
voor de voeten van Jezus kon komen. En iedereen in het huis was doodstil. Ze zagen iets uit het plafond komen. En ze dachten, oei, misschien wordt Jezus wel heel boos, want hij was namelijk aan het praten. Maar Jezus werd niet boos. Weet je wat hij zei? Weer met de camera, ja. Hey, dat is leuk. Weet je wat hij tegen die vier vrienden zei? Jezus. Jongens, wat hebben jullie een groot geloof. Wat goed dat jullie samen jullie vriend naar mij toe brengen. En weet je wat Jezus toen tegen de verlamde man zei? Wie weet het? Weet je wat hij zei? Ja, dat zei hij ook. Maar als eerste zei hij, al je zonden zijn vergeven. Je mag weer opnieuw beginnen. En daarna zei hij inderdaad, sta op. En die mensen dachten in het huis, hé, wat gaat er dan gebeuren? Maar die benen van die man, die werden sterk. En hij kon staan en hij kon dansen. Dat was bijzonder. Dus die vrienden, die zaten nog op het dak, die gingen... Als een gek gingen ze van de trap af naar die vriend toe. En toen waren er dus niet vier, maar vijf vrienden inderdaad, die samen naar huis toe liepen. En weet je wat je nou moet onthouden van dit verhaal? Dat God kan je zonde vergeven. Alleen maar God kan dat. En die kan je weer helemaal opnieuw laten beginnen. En God kan je helemaal genezen. Door Jezus. En in het huis was het nog heel erg stil. En weet je wat de mensen vroeger zeiden? Toen ze klaar waren, met stil zijn. Wij hebben nooit zulks gezien. Amen.